In de vorige video's hebben we gekeken naar de industrialisatie van de Verenigde Staten en naar de gevolgen daarvan. We hebben nog niet gekeken naar welke rol de overheid daarbij speelde. En ons examenonderwerp heet toch echt de Verenigde Staten en een federale overheid. Nou ja, die federale overheid, de president en het congres, die zijn in principe liberaal. Zij willen zich zo weinig mogelijk bemoeien met de economie en de vrije markt haar werk laten doen. Dat is het beste voor ieders welvaart, vinden zij. Maar die federale overheid is lang niet altijd zo liberaal, want als het gaat om de eigen industrie, dan wordt die wel degelijk beschermd door invoerheffingen. De Amerikaanse fabrieken die ondervonden grote concurrentie van Engelse fabrieken. En om te zorgen dat Amerikanen Amerikaanse producten kochten, moesten Engelse bedrijven invoerheffingen betalen als zij hun producten in de Verenigde Staten wilden verkopen. Daardoor werden die Engelse producten duurder en kochten de Amerikanen dus sneller hun eigen producten. En die federale overheid die bemoeide zich dus wel degelijk af en toe met de economie. Dat deed hij zeker vanaf ongeveer 1900 als er een aantal progressieve hervormingen worden doorgevoerd. En die zijn het gevolg van de Progressive Movement die we in de vorige video ook zagen. Die beweging gaat grote invloed uitoefenen op de Amerikaanse politiek. En de eerste president die eigenlijk onder die Progressive Movement valt is Theodore Roosevelt die in 1901 aan de macht komt. Roosevelt was een republikein. Hij was een voorstander van een krachtige overheid, die allerlei wetten aannam om de consument te beschermen. En zo zorgde hij er bijvoorbeeld voor dat in 1906 de Spoorwegtrust en de Olietrust werden opgesplitst in een groot aantal kleinere bedrijven. En als er dan toch nog van die grote bedrijven van die corporaties waren die hun macht misbruikten, dan moesten die bedrijven vervolgd worden. Bovendien hoopte Roosevelt door actieve wetgeving de industriële samenleving een minder materialistisch waardepatroon te geven. Er moest minder materialisme komen, mensen moesten minder aan spullen en aan geld hechten, want dat was niet goed voor de samenleving. En daarom moest ook de vrijheid van het individu beschermd worden. Daar ging hij echt voor strijden. Iedere individuele Amerikaan moest beschermd worden tegen de macht van die grote bedrijven. Nou, de president die uiteindelijk hiermee verder zal gaan, is niet een republikein, maar dat is een democraat, Woodrow Wilson. En Woodrow Wilson die gaat verder op hetzelfde pad als dat Roosevelt al is ingeslagen. Hij wil dezelfde zaken en hij weet het voor elkaar te krijgen dat er nog een aantal hervormingswetten door het congres komen. Een bekend voorbeeld daarvan is de instelling van de Federal Trade Commission, de Federale Handelscommissie, in 1914 die bedoeld was om toezicht te houden op praktijken van de trusts. Nou, we zien hier dus al een overheid die zich steeds meer met de economie gaat bemoeien, maar in de jaren van de Eerste Wereldoorlog, dan zal die overheid echt de overhand gaan nemen in de economie. Vanaf 1917 gaan de Verenigde Staten namelijk meedoen aan de Eerste Wereldoorlog. En dan ontstaat er, net zoals in veel andere oorlogvoerende landen, een oorlogseconomie. De hele samenleving kwam in het teken van de oorlog te staan en dat gold dus ook voor de economie. En zo werd er door Woodrow Wilson dan ook een zogenaamde War Industries Board ingevoerd. En die War Industries Board die in 1917 werd ingevoerd, die kreeg verregaande bevoegdheden om de industriële productie af te stemmen op de oorlogsvoering. En die board die wees dan ook grondstoffen toe aan de verschillende fabrieken. En fabrieken die te maken hadden met de productie voor de oorlog, die kregen natuurlijk voorrang. Daarnaast werden er allerlei productiequota vastgesteld. Die War Industries Board die bepaalde welke producten er gemaakt werden en hoeveel er dan gemaakt werden door die fabrieken. En als laatste wilde die War Industries Board ook graag dat er stakingen werden voorkomen, want dan zou de economie in het slop raken en daarom vonden zij dat de lonen verhoogd moesten worden. Nou ja, als dan uiteindelijk in 1918 de Eerste Wereldoorlog afgelopen is, dan komt er ook meteen een einde aan deze inmenging van de overheid in de economie.